Daar zat ik te kijken. En ja, dat moment dat groen rood werd, het staatje in beeld waarin Roglic en Pogacar eigenlijk de GPS werd gevolgd. En waarin je zag dat Roglic het niet ging halen. Ja, dat is ongelooflijk. Had je het enigszins kunnen voorspellen ergens? Nee, maar luister, niemand heeft het kunnen voorspellen. En nu komen er zijn allerlei mensen die aan de reis schreef het in een column, hè? Pas op voor Pogacar. Ja, pas op voor Pogacar. Natuurlijk, pas op voor Pogacar. Hij staat tweede in het klassement. Maar niemand had voorspeld dat Pogacar 2 minuten zou winnen. Nee. Om dat eventjes aan te geven. Voor de tijdrit bouwde UAE, dus zijn ploeg, bouwde een witte fiets op voor Pogacar. Omdat hij de witte trui voor beste jongeren ging winnen. En dat hij dan met een witte trui in Parijs en een witte fiets in Parijs kon rondrijden. Om maar aan te geven dat ook bij UAE geloofden ze niet in dit scenario. Thijs, jij was er niet meteen bij die tijdrit zelf. Maar jij bent wel nauw betrokken bij de Tour. Jumbo-Visma, Nederlandse ploeg. Die jongens die ken je helemaal goed. Hoe waren die eraan toe? Ja, gebroken. Kijk, waarvoor ik zag ze voor de camera, toen vond ik ze... Nee, dat shot van Dumoulin en van Aert bovenop de Planche Belvier is... dat gaan we nog 1000 keer zien. Het ongeloof en de verbijstering van hun gezichten, ja, dat kun je er echt afscheppen. Ja, Gesink. Ja, maar voor Dumoulin zelf, kijk, die wordt tweede in deze tijdrit. Die weet wat voor een tijdrit hij heeft gereden. Die weet wat voor waardes hij heeft getrapt. Die weet wat voor een... Ja, wat voor een topprestatie eigenlijk die dag heeft neergezet. Ja. En hij heeft er zelf ook geen enkel moment rekening mee gehouden dat er een ventje van toen nog 21... Laten we even kijken. We hebben een fragmentje van Dumoulin. Die reageert op wat er gebeurd is eigenlijk. Ja. Ik heb mijn waardes teruggekeken. En dat waren wereldkampioenschapwaardes. Dat was, ik was gewoon echt heel erg goed. Dat is toch fantastisch om te zien weer? Ja, fantastisch. Maar daarom was ik ook des te verbaasder dat Pogacar dus nog 1 minuut 20 sneller reed. Dat kan ik je nu vertellen, dat ga ik nooit. Dat haal ik nooit. Nou is dit Tom Dumoulin, die kan best wel een potje tijdrijden. Die trapt eigenlijk dezelfde waarde als toen hij wereldkampioen tijdrijden werd. Toen was hij echt in bloedvorm. Ja. Hoe onwaarschijnlijk is die prestatie van die Pogacar dan? Ja, nou ja, voor een leken, er zitten tegenwoordig alle renners van alle niveaus bijna, die rijden met een vermogensmeter. Dus je kunt gewoon, nou ja, daarvan kun je aflezen hoeveel druk je op die pedalen uitoefent. Mm. En ja, de waarde die eigenlijk een beetje wordt aangehouden is wat per kilo. Dan kun je het eigenlijk een beetje gaan vergelijken. Zeker als je bergop rijdt, als je tijdritten rijdt, dan kun je renners van verschillende gewichten ook een beetje met elkaar gaan vergelijken. Ja, Dumoulin trapte ongeveer 6 watt per kilo gedurende de hele tijdrit. Nou ja, dat is een mega. Ga het eens proberen als toerist. Dat hou je misschien... Ja, ik denk dat de goede toerist dat misschien een minuutje volhouden. Hij doet dat over de hele tijdrit. Daarmee werd hij wereldkampioen tijdrijden in Bergen. Dus tegen allemaal specialisten. Ja. 1 dag, niet 3e week van de Tour. En dan komt er een jochie die nog nooit een tijdrit heeft gewonnen buiten Slovenië. Die vorig jaar in de Vuelta nog 1,5 minuut verloor op Roglic. Mm. En die rijdt ongeveer 6,5 watt per kilo over een uur. Dus dat is een halve watt meer. Ja, dat gaat uitrekenen in procenten. Dat is een idioot groot verschil tussen hem en de beste tijdrijders van de wereld.